Heere, ons het reeds soveel momente beleef waar u ons ontmoet het, van die groet en die saam sing en die saam bely van ons geloof en die saam bid. En dankie vir hierdie moment wat ons kan kom om ook nou saam te kan lees uit die woord uit. Mag hierdie woorde ons kom gee wat ons vanmôre nodig het. Mag het ons versterk, mag dit nuwe moontlikhede oopbreek. Gee wat ons nodig het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Efesiërs 1. Efesiërs 1, ons sal saam lees die eerste 14 verse. En dan gaan ons specifiek by vers 10 stilstaan. Bekende gedeelte, aangrypende gedeelte, eindelijk, ek dink is meer as 'n jaar se preek, net uit hierdie eerste 14 verse, maar goed, ek sal dit nie vir oggend doen nie. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan allemaal in Efese wat aan God behoort, en in Christus Jesus glo, genade, en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Heere Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën, met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade, wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bestem het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom het ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Liewe gemeente, dit is aangrypend hoe Paulus begin en sommer met 'n klomp goed noem waaroor ons dankbaar kan wees, dat ons kinders van God genoem word, dat ons geseën word met alle seëninge wat daar is, dat ons uitverkies is, dat ons begenadig is, dat ons vergewe is. En ons sal by elke van hierdie terme lank aan stil staan, maar ek wil nie ons moet vir oggend na vers 10 kyk, kom ons lees dit weer saam. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Nou, ek wil vanmorgen vooral, dis eintlik drie woorde vir julle uitlig in die Grieks, en dis nie omdat, regtig, ek dink, Alisna doen nou weer Grieks, en Sagris is nie baie beter, so ek probeer hulle net beïndruk. Is glad dat ek soveel kennis het, so kom ons sê, ek probeer julle beïndruk, as julle nadat is oor die domie gebruik Grieks, hy wil seker beïndruk, ja, ek wil. Maar kyk net bietjie hierdie Griekse woorde, wat ek nou daar op die skerm gaan gooi. Julle kyk hy tweede woord. Wie wil hom probeer sê?
19 letters. Denk je volgende keer as jy krabbel speel, jy pak die woord uit. Niemand sal weer teen jou wil speel nie. Anna Kefalaios het hy. Kan jy hom sê? Wow, ek is beindruk. Sê ta panta. Anna Kefalaios het hy. Ta panta beteken alle dinge. En hier is nou die verrassende. In die Grieks letter beteken alle dinge, weet julle wat? Alle dinge. Alles. Alles. Alle dinge. Nou wat moet met alle dinge gebeur? Alle dinge moet Anna Kefalaios het hy. Nou wat op aarde beteken dit? Kom ons breek hierdie woord bietjie af, nou maak het nou een bietjie kleiner. Anna is eigenlijk maar net weer. Is nog een keer, is om het weer te doen. Kefale is die hoof, Kefa is die hoof. So is weer die hoof, en wat van die hoof? Dit is die laatste deel wat ons tong so laat knoop, lau ons het. Dit is net om te verenig, om het saam te bring. So ta, panta, anna, kefalai, ons het. Dit is om alle dinge, alles, weer saam te bring. Onder een hoof. Onder Christus. In die antieke wereld word hierdie woord ook in verband gebring met wiskunde. So as jy nou klomp syfers het, dan sê ons die som van al hierdie syfers. Dis ook Anna Kefalaios het hy. Dis om het op te som. Dis die som van al hierdie syfers. Paulus gebruik hierdie woord nog net een ander plek. Ek kan verstaan, want ek wil jy skryf so lang aan hom. Baie letters, so hy gebruik het net op een ander plek, en dis in Romeine 13 vers 9, wat hy sê, al die geboeie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie moordpleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat er ander gebod ook al, word immers in hierdie een gebod wat, saamgevat, en hy gebruik hy weer die woord. Alles word onder een hoofie gesit, anders, alles word saamgebring en verenig in hierdie een sin, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis hoe om daar saamvat. Maar hierdie woord het ook een ander betekenis. Dis nie net om saam te vat, te verenig en saam te bring nie. Dit dra ook die betekenis om een story wat gebeur het op een nieuwe manier saam te vat. Om dit wat gebeur het in jou leven op een nieuwe manier oor te vertel. Dink bijvoorbeeld, is daar een slechte ding met jou gebeur, en jy vertel die story oor. Dit is nie dat jy die slechte dinge nie noem nie, is het nie. Maar jy vertel dit op een sekere manier. Jy hervertel die story op so'n manier dat het saamgevat word, dat het een betekenis het wat jy daaraan wil gee. En dit is, om een story so oor te tel, is ook om te Anna Kefalaios het hy. De volgende keer in die bruiloftsfeer en iemand vertel so'n story op, en sê man, op so Anna Kefalaios het hy. Dan sien jy wat gebeur. Maar kom ons ding het, hoe doen ons het? Onthou jy die keer toe jy gaan kamp het, en alles verkeerd geloop het? Toe jy by die kampterrein aankom, jou tente oor opslaan, te breek die moeder van alle storms uit, en alles verspoel, jou tent, slaapsakke, alles is nat. Onthou jy dit? En hy volgende ochtend, hierdie nacht steek daar een wind op, toe jylle wil ontbijt maak, toe word die ontbijttafel weggewaai. Jy kan nie eens jou koffie in die beker gooi nie, want die wind waai die water weg. Nou hier in die Witterveer ken jylle dit nie, maar daar in die Kaap, dit ken ons, maar die wind waai alles weg. Dis een groot ramp. En weet jy wat, toe jylle terugrijd, toe kry jylle een papwiel. Wat een naweek. Maar weet jy wat gebeur nou? Nou is jylle om die braaivleis vier, en nou vertel jy die story oor, en allemaal lag. Weet jy, jy vertel van die tent wat oorstroom, en dan lag die ouwens uit hulle maag uit toekom. Want jy, Anna Kefalaios, jy bring het in nieuwe lig. Was het lekker toe die water in jou tent gekom het? Was het lekker om die papwiel te kry? Nee. Maar ons vertel stories op een nieuwe manier oor.
Kom ons gaan terug naar ons tekst toe. Volgens Paulus is God bezig om alles, alles, alle dingen, tapante, alles niet samen te vatten, niet oor te vertellen, niet te verenig, samen te brengen in Christus. Alles. Want zien, ons wereld is gebreek, is het niet? De wereld is stikkend, is verdeeld, is bezig om uit mekaar te spat. Kijk naar Rusland, Oekraïne, kijk naar Israël, Gaza. Kijk naar Witrivier. Kijk soms maar net naar jouw eigen familie en jouw eigen gezin. Die seer en die pijn leef vlak in ons allemaal se harte. Maar hoor vir oggend. God is bezig in hierdie wereld. En hij is bezig om te anakefalai opzetten. Hij is bezig om alles weer bij elkaar te brengen, om dit te verenig, om hierdie story van hierdie wereld oor te vertellen in Christus. Alles. Wil je van mij vragen, rechtig, alles? Dit wat ons ook opmors? Dit wat ons ook opbreek? Alles? Armoede? Racisme? Stikkende verhoudings? Alles? Kon hy net gesê het, alles wat mooi en goed is, nie? Kon hy net gesê het, alles wat mooi en reg loop en nie? Alles. Alles wordt geta, panta, aan een kevelaai ossetaai. In Handelinge 3 vers 21 preek Petrus en dan sê hy op een stadium, die tijd wat God alles zal niet maken. Matteus 19 sê Jesus, dit verzeker ik julle, wanneer ik alles niet gemaakt het. Kolossense skryf Paulus, God het besluit om met sy hele wese in hom Christus te woon en deur hom alles met homself te versoen. Kan jy hoor, hier is iets aan die gebeur. Hier word gepraat van nietmaking, versoening, saambring, verenig, herstel, een story op een nieuwe manier te vertel. En alles het een ding in gemeen, dat alles weer in Christus bij mekaar kom. Alles. En wat van jouw gebroken hart? Wat van jouw story? Want elke van ons draagt een story ook voor ochtend hierin. Stories oor teleerstellings, stories oor dinge wat nie uitgewerk het soos ek gehoop het nie, van onreg, van kwaad. Hoe vertel jy jou story oor? Kan die donkerste, slegste, onsmakelijkste dele van jou story ook hervertel word? In Christus oorvertel word, saamgevat word, verenig word. Want jy sien, dit is wat Jesus kom doen het. Dit is wat gebeur, wanneer die koninkryk van God kom, wat Jesus aangekondig het. Want die koninkryk van God skep moontlikheid vir 'n nuwe story, vir iets alternatiefs. Kijk maar net naar die stories van verhalen die karakters. Denk ek het verlede week ook daarna verwijs, maar denk net aan die story van die vrouw wat door die kwaad mans voor Jezus gebring wordt, gereed om klippe dood te gooi. En dan ontmoet hulle Christus. Hoe gaan vertel die kwaad mans die story oor? Want weet julle, het ons die vrou gekry en gereed om haar klippe dood te gooi. Ons het nog die boek, die wet van Mooses, ons het God in ons kant. Hij sê, as ons een vrou so betrap, kan ons haar doodgooi. En dan in Christus gebeur daar iets. Hoe vertel hulle die story oor? Wow,
Ons het Christus ontmoet. En die klip in ons handen het zwaar geworden. Dat het laat val. Wat? Jy het daar nie doodgegooi nie? Nee. Want jy sien, in Christus gebeur daar iets, wanneer God se koninkryk kom, herskep dit ons stories. Hoe vertel hy vrou die story oor? Hierdie man het gekom gereed om my dood te gooi, en ek verdien dit, ek is op heterdaad betrap. God se wet veroordeel my ook. Ontmoet sy Christus. Kan jy dit aanvoel? Anna, Kephalios, in Christus, kry jou story, nieuwe betekenis. Jy sien wat gebeur, soms word ons bykie meegesleer door ons stories. Ons is soos Petrus wat wil uitklim en op die see wil loop, maar sien ons die golwe, en ons kan oor die golwe praat, en ons kan oor die slegte goed praat, en ons vergeet van Christus. Maar die oomblik is ek net kan asemhaal en met my story gaan sit met al sy pijn en met sy kwaad en met sy teleerstellings en met al die slegte wat gaan gebeur het. Ek kan het nie ontken nie, dit is daar, die golwe is groot, die storm dreig. Maar ek gaan sit daarmee en ek haal asem. Jy het in asem, God met my. En ik raak bewust van hom hier met mij in mij. En ik begin met mijn story te denken oor Christus in mij. En wat Paulus gelees het, die goeders wat hij doet, hij kies mij, hij vergeeft mij. Hij noemt mij zijn kind, hij begenadig mij. En ik raak zo bewust daarvan en iets in mijn hart gebeur. Wanneer ik haar story begin praat, dan klinkt het anders. Dit is Anna Kephalai Ossetai. Om met jou stikkende story, waar het ook al voor ochtend is, met jou seer story, waar het ook al voor ochtend is, bij Christus te sit. En dan kan ons stories begin oor vertel. Die wereldse story kan ons anders oor praat. Ook Suid-Afrikase story, hoor hoe praat ons? Maar die sien wat nou gebeur is, dat God roep ons as sy medewerkers, as sy mede story vertellers in hierdie wereld. Dis hoe sy koninkryk kom, oor hoe ons sy stories vertel. Van Godse genade, van Godse nietmaking, van Godse weerbegin, van Godse tweede kansen, van Godse herstel, van sy Anna Kephalai Ossetai, van alles saambring onder Christus, ook Witrivierse story, ook jou story. So in hierdie brugtyd nooi ek jou uit, kom ons vertel die story, kontak my, kom ons praat, kom ons leer om ons stories oor te vertel. Ons Anna Kephalai Ossetai dit. Ons sit dit onder Christus. Want hy wil hê dit moet hier ook gebeur. Met jou, met my, met ons allemaal. Nuut, saamgevat, verenig, herstel, nieuwe story, omdat het verenig wordt om Christus, omdat ons Christus in die oog gekyk het, en sy vergifnis, sy liefde, sy deernis, sy aanraking vir my beleef het. In die oomblik as dit gebeur, dan gebeur Anna Kephalai Ossetai. Alles, ook jou story. Amen. Heer, mag die story wat vanuit hierdie kerkgebou vertel word,
hoop en lewe en nuutheid bring. Mag die goeie nuus van die koninkryk van God, wat alternatiewe stories aanbied, hieruit vloei. En daar waar ons soos Petrus dalk na die golwe en die see gekyk het en koers in my story verloor het, dankie dat jy vir Petrus maar net in die water uit optel sonder oordeel, sonder verwyd, sonder hoe kon jy, en net herstel. Mag ons leer om ook sag op onsself te wees. Mag ons leer om iets van die anakephalosatai te beleef, verenig, saamgevat in Christus. Mag ek so lewe, mag my story daarvan getuig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.